Nou ja, ik ben nog nooit zo ziek geweest. Ik ben heel erg misselijk, hoofdpijn, duizelig. Ik had het gevoel dat ik elk moment oud kon gaan. En dat was gewoon heel erg eng. Zeker als je de onrust of de ongerustheid bij artsen ziet. Ja, ik heb dengue gekregen. En ik werd heel erg ziek. Gelukkig op weg naar huis pas, dus niet daar. Nou ja, mijn bloeddruk daalde gewoon te ver. Dan is bij dengue het risico dat je een shocksyndroom kan krijgen. En dan kan iemand gewoon binnen 12 uur overlijden. Nou, ik raakte wel behoorlijk in paniek, omdat ik wist dat er geen medicijnen zijn om het te behandelen. En het afwachten is. Ja, dat is heel raar. Dat sta je niet bij stil als je lekker op een strand ligt in Thailand en denkt van nou, ja, je weet dat er gevaar is, maar het is ook een soort ver van je bed show, dat je denkt dat gebeurt mij niet. Ja, mijn medereisgenoten hebben me echt vaak uitgelachen omdat ik elke dag stond te douchen in Date 50. En dan ben ik uitgerekend degene die het heeft gekregen. Ja, ik denk dat ik wel vrij spastisch ga worden op die reizen. Dus dat ik met een vliegenmapper en met alles op zak ga. Maar ja, ik denk gewoon, het kan gebeuren. Maar als je gewoon goed oplet en weet hoe je het kan herkennen, dan is de kans op een hele slechte afloop heel klein.